Hey, ik neem u mee op een heel speciale reis in deze vlog. We gaan namelijk naar Senegal om te kijken wat voor mooie dingen Sera daar allemaal doet. Bart, jij bent programmacoördinator landbouwfinanciering bij BRS. Vertel eens, wat gebeurt er hier? Wij zijn hier vanuit Sera BRS om mensen van microfinancieringsinstellingen van de verschillende landen uit West-Afrika samen te brengen om ervaringen met elkaar te delen over hoe dat landbouwfinanciering bij hun werkt. Na een heel interessante theoretische sessie deze ochtend vliegen we nu in de praktijk. Dat is natuurlijk het belangrijkste. De deelnemers die gaan langs bij klanten van landbouwfinancieringsorganisatie UIMSEC om te luisteren naar hun specifieke noden tijdens een interview. Nu zijn we op het veld van een jonge, gedreven Afrikaanse landbouwer. Kijk maar even mee. La microfinance est important pour moi parce que ça m'a trouvé sur un moment où j'avais des difficultés pour entreprendre correctement. Donc, mais d'après son arrivée, j'ai parvenu vraiment à faire un investissement d'un système goutte à goutte efficace qui me permet de cultiver sur une superficie très large. Maar ook de gagner beaucoup de profit. Het zit erop. Ik vond het super mooi om te zien wat Sera en BRS allemaal doen in Senegal. Tot de volgende!